Bij hagen die geleverd worden in een draadkluit dient met netje of gaas om de kluit niet te verwijderen. Oh! Ja, gek hè? Ik zal wel wegrotten. Normaal gesproken, als je iets gaat planten, dan graaf je de gaten dieper. In ons geval is dat even anders. Omdat die fundering wat wij laatst hebben weggehaald, misschien weet je dat nog, anders dan moet je even deze video kijken. Maar die zat zo teringdiep, dat we nou het gat gewoon minder diep moeten maken. Het is echt ongelooflijk. Op zich best wel chill, want nou ja, een beetje zand erin scheppen is minder zwaar dan eruit scheppen. Zoals je ziet heb ik helemaal speciaal mijn beste tuinman outfit aangetrokken. Dus eigen huis en tuin. Als jullie iemand zoeken die tuinen van andere mensen kan transformeren tot iets wat wij hier hebben, bel me, want dit wil je natuurlijk. Nee, het is helemaal kut. Maar goed, met de hulp van bomenbezorgd.nl komt er vandaag verbetering in. Als het goed is. Nee, dat komt goed. Dat komt goed. We hebben namelijk, waar is die? Oh, daar is die. Een beukhaag! Er staat nog zo'n zak met net zoveel boompjes erin. Komt hier langs. Komt dus van boomverzorgd.nl. Hier, van het hier staan, staat het in de weg. Oh. Waar moet ik zand laten wat ik eruit schrijf? Er zit er nog wel wat in. Zoals de naam al doet vermoeden, bomenbezorgd.nl, heb je bij hen de keuze uit de mooiste bomen voor je tuin, balkon of terras. En wat daar nou zo ideaal aan is, is dat je vanuit je luie stoel honderden bomen, planten en hagen kunt bestellen. En dat wordt dan gratis bij jou thuis bezorgd. Hoe chill. Vanmorgen stond er bij ons dus ook al heel vroeg, eigenlijk te vroeg voor een zaterdagochtend, maar prima. Stond heel vroeg al een busje klaar met onze bestelling. Wat ook naar te zaniken. Eigenlijk is het natuurlijk super chill, want nu kunnen we lekker vroeg aan de slag. En daarover gesproken, ik heb al genoeg geluld, dat is hier druk aan de slag en ik sta een beetje te lullen. Kan natuurlijk niet. Leo, zo bedoeld. Goed als ik mis, hoe ze dat kort heb gedaan. Nee, dat is heel goed dit. Ja, en dan het gat wat je gegraven hebt dan weer dichtmaakt. Even een uur of verder binnen met elkaar. Ik ga echt helemaal dood. Gisteren iets te veel wijn gedronken. Ik ben echt helemaal niet meer gewend om wijn te drinken. Ik denk dat ik nog wel. Hoe lang zal ik al wel geen wijn hebben gehad, Daphne? Oh, echt heel lang. Misschien wel 2 maanden. Nou, we zijn nog wel aan bakken bloes geweest. Ja, dat is een bier natuurlijk. Geen wijn, maar als je over alcohol hebt, inderdaad. Ja, maat. Laten we zeggen dat ik een maand geen alcohol heb gehad. Ik kan echt. Niet meteen, gewoon echt niet. Ik heb een zeggen kop, ik heb 3 glazen wijn gehad. Het was echt wel trouwens best wel grote glazen wijn waren. Hè? Ik had vanmorgen moeite met opstaan. Ik was wel ochtendmens aan het worden, maar het was nou toch weer 7:30 voordat ik wakker was. Toen was ik nog eerst uit, toen heb ik gelegen. Je was niet hyper. Ja, maar jij was dus nu eerder al hyper. Ja. We hebben gisteren spelletjes gedaan met Wendy. Het was verder wel gezellig ook wel, maar... Zeggen kop aan overgehouden, dankjewel Wendy. We hebben een loopgraaf! Het is er klaar met scheppen. Dat is leuk. Ja. Ik heb het gevoel dat ik vooral het zwaarste werk heb gedaan. Nee, ik heb met dat hele kleine kutscheppie echt heel veel gegraven. Oh, oké. Okay. Ja, ga eten. Boris heeft ook pauze. Ja. We hebben niks met groenlijks meer aan huis. Dus ik krijg dit er niet uit. Daphne en ik gaan inrijdswagen delen. Wat wil je erop? De bonen of de rode bieten? De mus. De mus hebben dat ook. Oh, dat is ook goed. Dat heb je vandaag al 3 keer gegeten. Echt? Ja. Steeds in de volgende stelling dat het die bonenspret was. Oh. Ja, het is zo mooi verdeeld. Nice. Weet je niet? Pak dan. Dank je. Alsje. Mijn appel, een peer. Ja, ik weet het niet. Wij zijn natuurlijk weer uiterst goed voorbereid. Not. We zijn even aan het blokken voor een lijntje, zodat we de beukenhaag mooi recht kunnen plaatsen. Want je wil natuurlijk niet dat hij zo gaat. Je wil gewoon een mooie strakke beukenhaag. En dan las ik in de aanplanttips die we bij de beukenhaag kregen van bomenzorg.nl, dat het dan handig is om dus een lijntje te spannen. En natuurlijk hebben we geen lijntje thuis. Tenminste, niet al lang genoeg lijntje. En dan zijn we dus bij de blokker. Ik had verwacht dat het hier al zou zijn, maar...
niet te vinden. Heb je wat? Oh, nice. Goeie, hoe lang is dit? 50 meter, dat is meer dan genoeg. Ze hebben ook nog dunner, dat het nog fijner is. 75 meter. Oh. Wat dus heel chill is aan bomenbezorgd.nl, is dat je er aanplantgrond kunt bestellen. Bomenbezorgd.nl berekent al precies hoeveel jij nodig hebt, zodat jouw plantjes optimaal kunnen groeien. Is je? We zitten nou wel heel vaak bomenbezorgd.nl. Komt u maar. Oh, wacht, ik moet nog even de rol maken. Komt allemaal erg precies, mensen. Ze moeten om de 11 centimeter komen te liggen. We hebben er 9 per meter. Hier beginnen wij. Maar de eerste liggen al, zoals je ziet. Dus op zich gaat het goed. Oké. Dus dan komt het tot hier. Leuk, hè? Ja. Helemaal leuk. Kijk, en dan kan nou al dat zand wat we er net allemaal uitgeschept hebben, kan er weer. Zo leuk, zo leuk. Je vraagt bijna af of we dan genoeg zand hebben, maar. Ja, ik geloof het, ja, het moet gewoon kloppen, want dit hebben we eruit gehaald. Dus we moeten ook genoeg zand hebben dit keer te doen. Maar nou ja, het gaat toch wel hard met zand. Ik denk dat we straks even echt kloppen hebben. Wel bijna tijd is. Ja. Kijk, wij hebben dus gekozen voor een dubbele heg, zodat die extra goed dicht wordt. Maar de kunst is dan, die zet ze dan zigzag neer. En de kunst is dus dat aan die kant en deze kant daar ruimte tussen zit. En dat moet 20 centimeter zijn. Waar is de rol? Daar. Het zou wel echt fantastisch zijn als het in één keer goed is. Oh, het is wel een beetje veel. Te veel? 30. Oh. Dat was veel te veel. Hoe is dat? Moet dat wat verder deze kant op? Ik heb geen idee. Ik denk dat we eerst aan deze kant dicht moeten maken. Nee, we moeten gewoon gelijk doen. En dan die andere kant wat meer deze kant op doen. Ik vind dit wel een mooi systeem wat we nou doen. Okay. Het is ingewikkelder dan ik had bedacht. Ja. Wow. Oh nee. Oh, wat. Oh. Ik trapte deze heel bij deze kant op. Nee, 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 nee. Ik had even spijt dat we de aanplantservice niet hebben gebruikt. Want die hebben ze dus bij. Echt? Ja, die hebben ze bij bomenbezorgd.nl. Ik zeg heel vaak bomenbezorgd.nl. Dat zeg ik wel erg. Maar goed, ja. Sponsor van de video, dus. Ken niet op. Maar wat ik dus zou zeggen is dat rij 1 is gelukt. Het staat best wel netjes, moet ik zeggen. Ik dan. Ik ben trots op ons. Ja, ik ook. Want eerst dacht ik, oh, waar zijn we? Ja, ik had niet verwacht dat dit moeilijk was. Maar het lukt. Ja, het lukt. Godzijdank. Het lukte. Hey. Waarom? En die van Harry Potter aan dat schreeuwpopje. Dan trekken ze niet op de uit, dat popje. Oh, ja. En dan gaat die bijten in de vinger. 76 was ik, hè? Ja. 77. Ik had al verteld dat ze allemaal op 11 centimeter afstand komen liggen. Oké. Okay. Volgens mij wel. Volgens mij ook. Anders bij deze. 88. Nieuwe verpakking. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Buiten of binnen? Maakt niks uit. Oh, ik doe nou. Buiten. Wow. Daar schrok ik van. We hebben er nog een paar over. Deze 3. Ik denk dat we die extra hebben gekregen. Super chill. Maar die kunnen we nu even ergens. Maar die kunnen we nu eigenlijk even ergens nergens. Laat ik wel maar zien. Jezus, te hard gewerkt vandaag. Die kunnen we nu even niet kwijt. Dat wou ik zeggen. Dus die gaan we hier even planten. Het kan namelijk zijn dat er een aantal niet bakken van die. Dat ze doodgaan, dat is heel normaal. En dan hebben we die nog als reserve. Dus we gaan ze wel even netjes veilig poten. En we dachten wat hier wordt. Nou, is dat leuk? Het is enig. Even water doen, dat is natuurlijk belangrijk. Want die blijft erop. En dan zijn we precies op tijd klaar. Want het is... 4:10. Ben ik nog in beeld, lijkt dat? Ja. 4:10, ja. Wij moeten om 6 uur in Enschede zijn, hè? Ja. We hebben met Koen en Miron afgesproken gaan eten.
beetje vroeg, maar het is gelukt. Nice. Ja, meer zand nodig, dat nog wel. We hebben zeker meer zand nodig. Maar, ik vind dit wel een... Aaietel waard. Goed man. Ja, hij staat gewoon. Ja, echt nice. Nou, ik hou dat hek weer. Ja. Niet dat we nu klaar zijn met de tuin. Nog langer niet. Spreekt voor zich ook. Maar dat komt allemaal nog weer in het voorjaar. Het enige wat we dit jaar... Ik kan echt niet meer praten, Jezus. Het enige wat we dit najaar nog gaan doen is... Dit gammele poortje vervangen. Dat is natuurlijk helemaal niks meer. Er komt een dubbele poort in, zodat we ons in de rit houden. Dus mocht je een keer met de auto in willen of... een aanhanger hier neer willen zetten, dan kan dat gewoon. Dus eigenlijk hebben we dat gedeelte van de heg... Beetje van niks geplaatst. Maar ja, goed, is het wel even dicht. Dus wordt vervolgd. Ik ga even snel douchen. Kijken of we van dit zweet of nog wat kunnen maken. Want met deze zwarte handen kan ik natuurlijk niet uit eten. Ik wou jullie nog even snel wat vertellen over waarom ik nou die planten nu doe. Weet je wel, het lekker in de douche met zand. Ik heb haast. Want je denkt daar, nou ja, waarom plant je nu nog wat? Maar nu is dus het plantseizoen. Helemaal voor de beuken, die zijn echt top om te planten in de herfst. Zijn nu ook een stuk verdediger. Omdat je dus niet in pot koopt, maar je koopt ze in een kluit. Het is net een kerstboom. Net een kerstboom. Dat scheelt gewoon even geld. Tipje. Oh, het wordt hier een beetje beslagen. Je damp geen douche. Daphne heeft al gedoucht. Daar komt dat van. Zo, dat is beter. Wat was ik nog aan het vertellen? Oh ja, dus ja. Beukhaag is dus prima om te planten in het najaar. De rest gaan we allemaal in het voorjaar doen. Dat was het eigenlijk al. Ik ga douchen echt. Komt gezinnig worden eruit. Oh. Oh.